Hoi, kan je me goed horen? Hallo. Oh, je hoort me goed? Ik hoor je goed. Oké, gelukkig schat. Kan ik je eindelijk te pakken krijgen? Want ik kreeg je maar niet te pakken iedere keer. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. Ja, nou als je ook gewoon een keertje geen zin hebt, moet je het ook gewoon zeggen hoor. Nee, dat heeft niks meer te Als je het ook maken. niet Dat heeft niks meer boeit te niet. maken. Iedere keer kreeg je gewoon niet te pakken. Ik denk dat je signaal ook gewoon heel slecht is, hè? Ja, of ik had hem ook een paar keertjes wat vroeger laten verbergen. Ja, dat Maar zou het is zo nu kunnen zijn. Ja. kwart over vier, dus ik denk inderdaad, als je geen signaal is, ja, kan je me natuurlijk niet bereiken. Dus echt alleen in dit hoekje is de enige plaats waar er wat binnenkomt. Ik heb ook voor mijn raam, geen eens, weet ik veel, 10, 15 meter staat, van mijn raam kan ik het zien, zo'n dikke signaalblokker. Ja. Ja, ik Dus dat is snap niet zo het. leuk. Verschrikkelijk, ja. Maar wat zijn dan nou ook de vooruitzichten? Hoe zou je eventueel weg kunnen gaan? Daar. Ja, Ma Max, met de baas natuurlijk van de directeur heeft Max gesproken. Ja. Alleen die zei ook dat hij het ook niet wil, terwijl ja, te veel problemen. Dat ik te veel problemen maak voor hem. Ja, maar Dus. hoezo problemen? Je doet toch helemaal niks? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar dus ik heb gezegd: druk alsjeblieft door. Het is je vriend, dus je kan hem wel overhalen. En daar is hij nog mee bezig. Dus ja, daar zit ik mee bezig. En ik zit vanaf deze kant spreek ik redelijk vaak nu met de drie hier. Dus de directeur, subdirecteur en Jefe de Seguridad. Ik spreek nu met de Jefe de Seguridad. En die neemt dus wel geld van me aan. Ik heb al een paar keer wat geld gegeven. Dus zelfs nu dat hij het vraagt soms. Dus ik heb gewoon nu al de. Ja, dus ik durf nu gewoon wel tegen hem te zeggen van hoe is het om. Hoe is het, wat moet er geregeld worden om het terug te sturen? En ja, dat moet ik ook doen, dus ik wacht gewoon op de volgende keer dat hij me roept. Alleen ja, niks is. Op het moment heb ik geen enkele 100% vooruitzicht dat ik daar terug naartoe kan. En dan heb ik ook nog de hele tijd. Jij, sorry als ik depressief overkom hoor. Ik heb ook nog de hele tijd dat lady aan mijn hoofd zitten zeuren. En waarover En dan? ze zou me vandaag eigenlijk komen zien, is ook niet gekomen. Dus En ja, waarom dat niet? maakt me gewoon een beetje gek. Ik voel me gewoon zo eenzaam hier. Ik communiceer eigenlijk met niemand, praat Ja, eigenlijk maar met niemand. ze heeft toch al zoveel van je gekregen eigenlijk. En er blijft nog veel komen, dus. Ja, en ik weet niet eens of het zo erg om het geld gaat, eerlijk gezegd. Ze heeft tegen me gezegd, zolang ik hier zit, hier wil ze niet komen om te bezoeken. Dat heeft ze gezegd. Dus ze heeft het hier gezien en ze vindt het hier geen sfeer. Dat er ook met veel meer mensen zitten. Ja, ze voelt zich niet veilig. Ze wil hier gewoon niet komen. Ze vindt het vies, overal kakkerlakken. Is geen niks om te komen terwijl ze met een baby is, zegt ze. Maar ja, ik wil haar gewoon zien. Ja, ik snap Dus het wel. Een beetje egoïstisch dat is misschien van gewoon haar. pijn. Ja. Ja, misschien is het wel een beetje te egoïstisch van haar. Het is gewoon heel erg. Ja. Ja, Of ik probeer het ook te zeggen. ze draait weer bij Ik heb een keer. vandaag wat dingen gezegd dat ik eigenlijk niet had moeten zeggen. Heb ik nu alweer tegen haar, waar ik ook weer nu, ja, me eigenlijk slecht over voel dat ik dat had gezegd. Maar ja, ik weet het soms ook niet. Ik voel me soms gewoon alsof ik niks kan doen. En ja, dan, ja, zij is niet degene die gevangen zit. Maar ja, ik leid hier toch zonder menselijk contact, zonder met Tuurlijk, mensen te kunnen schat, dat is heel spreken. begrijpelijk. Ja, ik hoop gewoon dat ze een beetje bijdraait. En het enige dat ik kan doen is af en toe toch wel wat geld maken, ook via casino's. En kijk, dat als je dan ooit verplaatst zou kunnen worden, zou dat ook wel niet een gratis bedoeling zijn. Nee. Dus dan moeten we wel wat opbouwen. Precies, de afspraak eigenlijk voor maandag. Maar. Ja, ik snap jou wel dat je bang bent en dat je bang bent dat ik er niet achter sta en zo. Maar ik ben niet zo egoïstisch als jij soms denkt, schat. Nee, maar je bent absoluut niet egoïstisch. Wij gaan niet voor onze naam. Als er iemand is die egoïstisch is, ben ik het. Nee, ja, nou goed, misschien wel een beetje, maar Ja. ja, ik denk dat dat, Ik moet ja, ook om misschien. lachen, dat is ook wel waar, maar het is toch zo'n grote opluchting voor me nu. En ja, je toont gewoon alweer alleen aan me aan dat het je inderdaad niet daarom gaat. Ja, maar misschien want Mag ik jezelf, ja? tegen je zeggen waar ik bang voor was? Vertel. Waarom ik het eigenlijk niet met je wou delen, is dat, ja, dat ik dacht dat je aan me zou vragen, omdat er eigenlijk zo weinig risico's bij zaten.
dat je gewoon aan me zou vragen om het om te zeggen dat over de Sint Anna kerken. Ja, wat had ik dan tegen je moeten zeggen? Dan had ik dat gewoon toch moeten doen voor je. Dat is het. Dat is het. Ja, dat was mijn angst. Terwijl eigenlijk ik gewoon wel het beste denk in deze situatie met vaste afspraak. Dat gewoon het enige bewijs wat ik echt heb gewoon opgeef. Ja, schat, maar het gaat niet om ons, hè? Alleen. Dat is wel wat je moet weten. Zo zijn wij helemaal niet. Nee, dat is toch wel. Ja, ik vond er snap je, toch een beetje emotioneel van zelfs, want ik snap je ik had angst toch wel wel, maar gedacht dat ja, maar dan zou ik toch alleen het is maar een beetje honderd moeilijk hebben aan de gedacht. gevoelens. Ja. Nee, laat me toch echt zien dat je ook aan mij denkt, ja. Ja, lieverd. En het maakt ook helemaal niks uit dat je soms buiten jezelf treedt, dat je vaak liegt. En ja, goed, ik geloof niet dat er helemaal geen gevoel in jou zit. Dat bestaat gewoon niet. Nee, maar het belangrijkste is gewoon dat je. Ik gun jou gewoon geluk. En ik Gun weet jou dat je rust. me ook gaat, en ik weet dat je me ook blijft helpen. Ik voel dat ook echt. En ja, dat je ook gewoon, als ik een babytje met Lady heb, dat je de peetoom gaat zijn. En daarom, ja, ik denk nu niet eens aan die andere dingen wat ik allemaal wou doen. Ik denk nu gewoon aan dit oplossen. Dan zijn in ieder geval mijn legale problemen helemaal voorbij. Ja, liever. Ja. Het enige probleem wat ik soms ervaar is dat ik. Maar nu ik eigenlijk helemaal niet leuk van mezelf, is dat je natuurlijk, doordat je zo vaak gelogen hebt, dat ik iedere keer weer een beetje moet twijfelen. Maar dat, Ja. Ja, dat neemt niet weg dat je ook de waarheid kan spreken, hè? En Nee. ik wil jou niet een leugenaar laten voelen, dus ik probeer jou iedere keer gewoon weer een kans te geven. Ja. Nee, maar dat. En ik zal je ook aantonen dat. Nee, dat hoef je niet eens hoor, ik geloof je wel. Dat ook. Alles over de 25.000 ik naar je doorstuur. Dat ik gewoon, ja, is goed, lieverd. Dat Is je me goed, ook gewoon lieverd. kan vertrouwen. Ik weet helemaal niet over je leugens hebben, schat. Dat is helemaal niet leuk. Nee, maar ja, het is toch realistisch. Ja, maar toch niet. Kijk, anders kan ik je natuurlijk nooit een nieuwe kans geven. Dan blijf ik in dat beeld hangen. Dat is belachelijk. Dan kan je nooit veranderen. En, ja, stel nou, je zal niet kunnen veranderen. Dat is echt een handicapje van je. Dan blijf ik zelfs nog bij je. Zo sterk is je liefde. Ja. Dat maakt me wel af, dat is lief. Ja, misschien kun je er wel helemaal niks aan doen. Dan zit het zo in je vast dat je daar niet aan kan snappen. Maar dat is nog geen reden om jou te laten vallen van mij, hoor. Nee, automatisch liegen is sowieso wel een. Ja, het syndroom ook, hè? Wel een probleem. Ja. Kijk. Dat gebeurt soms gewoon, hè? Ik kan niet eens. Het gaat vanzelf, hè? Ja. Ja. Maar ja, weet je, het is geen leugen dat je in de gevangenis zit. Het is geen leugen dat je het moeilijk hebt. Ik zie jouw cel. Ja, en dat soort dingen zijn geen leugens. En ja, dan is het toch gewoon altijd nog heel verschrikkelijk voor je. Ja, je bent een schat. Ik voel de liefde wel. Dat meen ik echt. En al is het nog niet door, ik voel dat het nog niet opgelost. Ik voel dat het wel gaat lukken allemaal. Ja. Ik voel het. En ik denk dat vanavond ik gewoon rustig ga kunnen slapen. Ja. En, ja. Ik blijf zelf maar denken van. Wat ik ooit. Overleven, weet je. Wat ik ooit heb gedaan om. Ja, ik denk dat alles bij jou strategie is en blijft. Hè? Alles blijft strategie. Ja. Maar ja, goed. Ja. Dus, misschien is het al heel fijn als je gewoon het gevoel hebt dat je bij mij niet zozeer strategisch hoeft te kijken. Dat je gewoon weet en voelt dat ik je toch altijd blijf helpen en dat er eigenlijk geen strategie nodig is. Ja. Nee, dat is zo. Ja. Maar het heeft natuurlijk in het verleden wel eens gewerkt dat ik geld heb overgemaakt doordat je iets hebt verteld. En het kan ook zijn dat je dan onbewust denkt van, hè, toen werkte dat wel. Dus... Maar ja, weet je, ik wil het er niet eens over hebben, weet je, laat maar gaan. Het is, ik hoop dat je als je een debietje hebt, dat je daar gewoon echt heel erg veel van gaat houden. Dat je, dat je gewoon echt gaat voelen wat liefde is. En, ja, echte liefde, hè? Ja. Ik maak me soms vooral zorgen om jou. Kijk, het is niet zozeer dat ik het echt een ramp vind dat je mij beliegt, maar ik ben gewoon bang
dat je als je in de toekomst ooit een keer onder druk komt te staan, dat je dan weer op de automatische piloot gaat en dingen doet die schadelijk voor je zijn. Dat je Ja. in de toekomst weer eens iets doms doet. Dat je bijvoorbeeld echt iemand helemaal gaat afpersen. Of dat je echt als iemand jou in een nauw drijft en je hebt zoiets van: Godverdomme, ik ben de baas. Dat je dan misschien hele rare dingen kan gaan doen. Daar ben ik soms een beetje bang voor. Want ja, Ja, ik denk toch eerlijk gezegd, wat ik meer moet realiseren is dat ik eigenlijk niet de baas ben. nou ja, goed, ik snap dat gevoel wel wat in jou zit. Het is natuurlijk heel onvoorspelbaar, hè? Dat komt soms op. En ja, het is toch iets moeilijks, vooral voor jezelf, want je hebt er natuurlijk ook nooit voor gekozen om in de gevangenis te komen. En ik hoop gewoon dat er in de toekomst, ja, ik hoop dat het toch een beetje in jou mag genezen. Dat hoop Ik ik. hoop het ook. En help me daar alsjeblieft mee. Geef niet Ja. op. Geef alsjeblieft niet op. Dat vraag ik je echt. Blijf Ja. toch bij mij Nee. proberen. Ja, want dus, je hebt maar één levensgat en Mag je hebt ik? nu nog wel een uitzicht. Hè? Je hebt een uitzicht, je kan na 6 jaar vrijkomen. Maar het is gewoon belangrijk dat er niks geks meer gebeurt. Dat de circus van Nee. gekke En toestanden er mag ook uiteindelijk nooit zo. meer. Ja, en er mag ook nooit meer hierna iets gebeuren. Dat snap ik heel goed. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Geef me even één moment om afscheid te nemen van Lady, want ze zit alweer berichtjes te sturen van met wie ben je aan het praten, dat je me niet antwoordt, et cetera, et cetera. Oké, Ja, ja. sorry, maar Ah, nee, ik ja, bel je ik ken dat terug. soort dingen. Ja, Oké, is goed, doei. bedankt hè. Doei, lieverd. Doeg, doeg.